blij dat het gewoon echt een fysieke dans was. Ja, het is uitdagend voor ons als dansers. Connie heeft heel veel materialen de studio ingegooid, zeg maar. Dus we zijn heel fysiek, echt heel fysiek begonnen. Met allemaal frases en heel veel bewegingen. En heel fysiek en abstract eigenlijk. Yeah. Ik begin altijd met materiaal, dansmateriaal, wat ik zelf heb gemaakt. Dat leer ik aan de dansers aan. En dat is een soort kapstok, een soort geraamte, ruggengraat voor alle dingen die er gebeuren. Dus ik heb 5 frases gemaakt, 5 korte dansstukjes. In de eerste week zijn we alleen maar bezig geweest om die frases aan te leren. En de woorden die ik vertel over de mentale reis die ik heb meegemaakt. Wij proberen dat allemaal te verwerken, wat soms niet altijd heel goed lukt. Much better, Janaika en Stijn. Dit is waar het naartoe moet, hè? Hier mag je op doorbouwen, want nu wordt het tenminste een conversatie. Ja. Ja? Oké. Okay. De eerste week of 2 weken was het echt bang, bang, bang. Ja. En gelijk fysiek daar. En dan gaan we verder zoeken, zeg maar. Ja. There we go. Veel jonge talenten, zeg maar, stagiaires nu erbij. Ja, en dat is gewoon echt superleuk. Sowieso nieuwe mensen in de groep zijn altijd fijn, weet je. Dat geeft gewoon nieuwe energie en je kan elkaar weer ontdekken en weer... Je kan dingen van elkaar leren. Ja, ik vind het superleuk. Ja. Alles is nieuw, dus alles brengt wel iets. En vorige week hebben we ook de costumes geprobeerd. We zijn ook gewoon... totaal anders. Dus het is, ja. Ik denk sowieso, ieder proces is altijd een soort van nieuw, tenminste bij mij. Want je bent weer verder in je leven en je hebt weer andere dingen te ontdekken. Ja, nee. Dus voor mij zit het heel erg in het fysieke nou dit keer. Dat ik denk van, oh ja, interessant of zo. En inderdaad ook nieuwe mensen om mee te werken. Ook al ken je ze, het is toch weer, weet je, je doet toch andere dingen. Dus je moet elkaar ook weer vinden. Wat ik wel dacht vandaag is, het gaat wel heel snel. Zeg maar, vorige week waren we met muzikanten aan het repeteren. En ineens is er zeg maar een heel blok gewoon gemaakt. Ja. Tuurlijk, een eerste schets en er zijn altijd nog veranderingen die kunnen komen. Ja. Maar ik heb wel vertrouwen in, maar het gaat wel allemaal heel snel. De tijd vliegt echt. Ja, ik denk gewoon dat het weer 13 super goede dansers zijn. Wat gewoon echt, altijd interessant is. De muziek is echt heel erg mooi. Het decor wordt ook heel erg mooi. Ik denk gewoon dat het echt een, weer een hele mooie Connie-voorstelling wordt. Dus iedereen moet komen kijken. Heel goed, Janaika.